Toen mijn vader het wist en het begreep, toen liet hij het vechten los. En toen begon hij met het invullen van zijn laatste tijd. Door zijn wensen uit te spreken. Door dingen te zeggen die hij altijd heeft willen zeggen, maar nooit heeft gedaan. Namelijk, sorry. Sorry dat het me niet gelukt is om voor jullie te zijn. Maar we hebben in die 4 dagen meer bereikt dan in 34 jaar. En dat doet de dood dus ook. De dood laat je zien wat belangrijk is in het leven. Een goed afscheid helpt je verder. En dat is gek, hè? Want dan verlies je een vader, maar dan win je er ook een.